Hey mensen, welkom weer bij deze nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik werken en daar kan ik jullie natuurlijk niet mee meenemen. Dat is best logisch. Ik ben nu bezig met het thumbnail maken voor de vorige video's, zeg maar. En ik wil jullie zeggen, sorry dat er de laatste tijd zo korte video's zijn. Maar wegens school, werk heb ik nu niet zoveel. Maar wegens school, de bekendie, het editen moet ook nog. Ik ben de meeste dagen van mijn schooldag ben ik heel laat uit. Dus ze komen wel op de goede dagen online. Ze komen misschien wat later online. En ze zijn misschien wat korter. Daar kan ik echt niks aan doen, want ik heb het echt druk met school. Ik wil jullie daarbij sorry zeggen. En voor jullie en voor mezelf kan ik niet wachten op de vakantie. Mensen, we zitten alweer bijna op de 650ste video. Maar ik hoor net de melding dat mijn video klaar is met renderen. Dus, sorry, ik heb net ontbeten. Ik heb een beetje slijm in mijn keel, heb ik altijd na het ontbijt. Mijn video is nou net klaar, maar het renderen. Dat betekent dat ik meteen ga uploaden voor maandag. Dus dan heb ik dat ook weer gehad. De video staat, zoals jullie zien, ingepland. Nu ga ik weer een paar bestellingen verwerken van DB Candy. En er is in een van de vorige video's is een kortingscode te vinden. In een van de vorige video's is een kortingscode te vinden ergens. Succes met zoeken. En het is het einde van de... Nee, dit is niet het einde van de video. Dit was weer een grapje. Ik hou van grapjes. En ik hou eigenlijk nu wel van werken. Want ik heb het geld nodig voor mijn scooter. Want ik heb laatst een onderhoud gehad. Ik ga jullie deze video nog vertellen wat er in de onderhoud allemaal is gedaan. Mensen, zoals jullie weten, was mijn achterband eerst lek. Maar voordat ik alles ga vertellen, ik ga nu vertellen wat er allemaal vervangen is in mijn scooter. Mijn achterband was lek, schijnbaar was hij lek op nog twee punten. Dus dan zouden er drie proppen in zouden zitten. Die vervangen zouden worden, maar dat zou slecht zijn, want die proppen kunnen dan snel weer open. En ik heb nu een nieuwe Michelin band. Ik ben er blij mee, want hij rijdt veel fijner lijkt het. Oké. Ik heb ook een ventiel, want er zat geen ventiel. Een goede ventiel in, schijnbaar. Ik dacht al dat er wat mis was met ventiel, maar... Er zit een nieuwe geleider in de Vario. Ja, moeilijk om uit te leggen wat het is. Er zit nieuwe olie in. Er zit nieuwe olie in mijn zip. Ik heb hem dus laatst zelf ook vervangen, maar er zat waarschijnlijk ook nog oud olie in dus. Oké, er zit nieuwe voorremblok. Nieuwe bushy. Een nieuwe, hoe heet dat? Luchtfilter element. En de veer voor het standaard. En de kleppen zijn nog gesteld. Dat is de alle grote onderhoud. Wat er is gedaan. Maar we gaan nu weer verder met de video. Mensen, wat gaat mijn abonnee zo slecht? Het is nog steeds het doel om dit jaar de 1000 abonnees te halen. En hoe ik er nu voor sta... Ik heb nog, moet eigenlijk nu in 2 maanden 120 abonnees halen. Het klinkt heel onmogelijk voor mij, maar ik hoop dat het nog gaat lukken. Ik ga er alles in zetten om het te kunnen laten lukken. Ik ga proberen de video's langer te maken. Ik doe mijn best, ik kan niks beloven. En wat is mijn lens vies? Wacht even. En nog steeds iets. Ik moet hem even schoonmaken. Een keer met een brillendoekje, denk ik. Al heb ik dat hier niet in de buurt liggen. Maakt niks uit. Dan pak ik er eentje beneden. Mijn lieve moeder heeft een bakje fruit voor mij gemaakt. De camera ging steeds meer naar beneden. Ik heb namelijk die mount nu aan vast. Maar hij zit niet strak vastgeschroefd. Oh, dat is losser juist. Nu zit hij strak. Maar hij zat niet strak vastgeschroefd. Die mount gebruik ik eigenlijk nooit, moet ik vaak gaan gebruiken. En deze webcam wordt steeds minder gebruikt, want ik ga mijn GoPro webcam gebruiken. Iets van mijn GoPro gebruiken als webcam. Want ik wist niet dat het kon, ik zag net dat pas dat het kon en het is eigenlijk best goede kwaliteit. Ik hou echt van sinaasappel. Ik wil eigenlijk altijd klaar met folders maken voor DB Candy, dus ik zit hier eigenlijk te zoeken op Canva naar... Een folder die ik een beetje kan aanpassen, maar ik zie niks moois er tussen staan. Of niks.
Oeh, ik heb een goede gevonden. Is betaald. Maar het is wel een mooie reclamefolder. Daar, die autoservice. Zoveel zie je hem beter. Ook een hele mooie auto is het. Maar ik ga weer verder met zoeken, dus wens me succes. En ik ga me ook zo omkleden voor werk. Ik ga nu werken en ik zie jullie na werk weer terug, dus tot zo. Ik ben klaar met werk, ik heb gedoucht, ik heb alles gedaan wat ik moet doen. Maar ik wil jullie bij deze wel een einde maken van de video. Dus ik wil jullie heel bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat ik bij de volgende video terug zie. En wat ik altijd zeg aan het eind van de video is doe belletje aan, like meer en tot de volgende keer. Laters.